Behoud onze natuur. Dat is de oproep van tenminste 1000 inwoners van de gemeente Waalre. De inwoners maken zich zorgen om hun natuurgebied aan de Dianestraat. De gemeente heeft plannen bekendgemaakt waarin het buitengebied van Aalst wordt aangepast. Kijk, de ideeën zijn om hier woningen te bouwen. Dus dat begint eigenlijk bij de grens van het dorp. En dat loopt door hier bij de moestuintjes die daar zijn. En vervolgens ook aan de overzijde van de moestuintjes. Het idee is volgens mij dat ze zelfs daar een stukje bos willen kappen. En dan gaat dus heel deze view die gaat helemaal verloren. Er zullen dus meer woningen gebouwd gaan worden. Er moet een geasfalteerde weg komen die dwars door het bos gaat. En ook is het de bedoeling dat er een heel zonnepark komt. Deze plannen gaan ten koste van de natuur, vinden de buurtbewoners. Daarom zijn zij een petitie gestart die inmiddels al ruim 1000 handtekeningen heeft. Het natuurgebied is hen erg dierbaar. Ik kom hier minimaal 4 keer op een dag. Ik verzorg met een aantal buurtgenoten de paden die hier staan. Ik vind het vooral een heel lekker plekje. Ik woon hier in de wijk dichtbij. Je loopt de wijk uit en je bent meteen buiten. Je zit midden in de natuur. Het is niet alleen een stukje natuur buiten, maar het zorgt ook voor een enorme beleving voor de mensen hier in de wijk. Ook mensen van buitenaf, mountainbikers zelfs ook. Het is hier, iedereen die hier komt, die geniet van het buiten zijn. Die geniet van de dieren die hier lopen, de paden die hier lopen. En ook van de groentetuintjes, van de gewassen, van eigenlijk de hele natuurbeleving hier. Naast dat het grote stuk grond een natuurgebied is, zijn er ook ruim 100 moestuinen waar buurtbewoners dagelijks hard aan werken. Deze volkstuin bestaat al sinds eind jaren 70. De gemeente wil hier weliswaar bouwen, maar wij denken toch dat het niet nodig is om dit stuk te bebouwen. En bovendien, we hebben ook al duidelijk gemaakt in onze reactie op dat concept van de ontwikkelingsvisie buitengebied Waalre, dat deze volkstuin toch een aantal belangrijke functies heeft. In de moestuintjes wordt biologisch getuinierd. De fanatiekelingen maken zelfs hun eigen compost, ook wel het zwarte goud genoemd. Dus keukenafval, plantaardig afval vanuit de tuin. En dan ben je een jaartje verder. Dus dat wordt elke keer omgezet en omgezet. En dan ben je een jaartje verder. En dan hebben we hier het zwarte goud, even in het zonnetje. Kijk, dat ruikt goed. Dat is compost. De plannen van de gemeente gaan nog de inspraak in. Inwoners van Waalre hebben er echter weinig vertrouwen in dat de natuur gespaard blijft. We bespreken natuurlijk wel dat we het allemaal ontzettend zonde vinden dat dit misschien dreigt te verdwijnen. Dat is wel een onderwerp wat hier elke dag wel aan bod komt. Ik wil eigenlijk dat de gemeente zich realiseert dat dit heel veel weerstand opwekt. En dat ze zich beraden op de conceptvisie en dat ze eigenlijk met goede alternatieven komen. En we willen absoluut meedenken, maar ja, eigenlijk... Wij zijn hier ook maar gewoon bewoners die aan de noodklok luiden nu. Ja. En we willen eigenlijk gewoon gehoord worden. De gemeente laat weten dat ze dinsdag zullen reageren.